Ja, ik ben uh, Ragnar Orad Mangroen, 24 jaar. Uh, afgelopen seizoen als uh, hangende linksbuiten gespeeld. Kan uh, ook nog op het middenveld uit de voeten. En uh, ja, eigenlijk afgelopen jaar, uh, mijn eerste jaar in de, in de Eredivisie uh, gespeeld. Wat is je eerste indruk van FC Groningen? Ja, hele mooie club, uh, een hele stabiele club in de, in de Eredivisie. Die uh, eigenlijk altijd wel om de Europese plekken moet spelen, vind ik. En uh, ja, heel mooi stadion, groot. Uh, vaak ook goed gevuld. Dus uh, ja, goede indruk van de club. Ja, en wat is je indruk uh, van de club na vandaag? Je was vandaag hier voor het eerst. Ja, Neem klopt. ons eens mee in jouw, in jouw dag. Uh, ja, ik was er heel vroeg al om half negen. Um, echt... Ja, wat keuringen gedaan. Uh, met verschillende mensen van de club gesproken. Ja, heel goed ontvangen eigenlijk. Uh, meteen naar mijn zin gehad. Uh, ik hou van uh, om een beetje te lachen en te dollen. En uh, ja, dat lukte ook meteen vandaag. En uh, ja, het uh, was echt een leuke dag. Mag je bij je aankijken? Yes, 1, De grootste reden voor mij is natuurlijk dat, uh, dat ik weer een extra stap maak binnen de Eredivisie. Uh, afgelopen seizoen met Go Ahead uh, speel je om in de Eredivisie te blijven. Uh, ben je eigenlijk altijd de underdog in, in, in wedstrijden. En nu wil ik gewoon zien uh, hoe het me afgaat als ik gewoon bij een grotere club speel. Waar de verwachtingen hoger liggen, waar, uh, waar je vaker aan de bal zou zijn, waar je misschien meer het spel moet maken. En uh, ja, ik wil gewoon zien hoe ik onder die uh, druk functioneer. En uh, vanuit daar hoop ik natuurlijk dat, het, uh, dat dat me goed afgaat en dan uh, een vervolgstap te kunnen maken. En ik denk dat, uh, dat Groningen daar een hele goede stap voor is. Ja, wat is het plan dat geschetst is voor jou? Nou, om hier natuurlijk uh, de aankomende jaren uh, uit te groeien tot, uh, tot een belangrijke kracht binnen het elftal. En vanuit daaruit uh, ja, een stap hogerop weer te maken. Nu zei je, ik speel soms hangend de linkerkant. Wat is nou je echt je favoriete positie? Ja, ik moet zeggen ook uh, dit jaar die linksbuitenpositie heb mogen bestrijken uh, bevalt me heel goed, omdat ik ja, heel veel vrijheid krijg. Ik ben niet een typische buitenspeler die aan de zijlijn staat te wachten. Ik ben wel een, typische, of een, uh, een type speler dat de bal gaat zoeken ook. Dus ik twijfel nog wel of het dan die linksbuiten in deze rol is of misschien um, ja, als een 10 of als een 8, zeg maar uh, uh, vrijheid op het middenveld. Dat, uh, dat uh, ga ik nog even ondervinden. Kan je ook aan de rechterkant spelen? Ja, dat kan ook, zeker. Alleen het is fijner om met mijn rechterbeen uh, vanaf links naar binnen te komen. Alleen ik kan zeker vanaf de rechterkant uit de voeten. Je hebt vandaag uh, een beetje rond kunnen kijken op de club. Uh, wat zijn dan dingen die je opvallen? De gym. Uh, hele grote gym. Ik, uh, ik spendeer wel, uh, wel graag tijd in de gym. Niet altijd om echt serieus te trainen, maar ook gewoon af en toe om lekker te toetatsen of, uh, of wat dan ook. Uh, of uh, nieuwe dingen te proberen. En uh, ja, als je die gym ziet, dan. Uh, ja, dan uh, ik, uh, ik was wel eigenlijk verbaasd hoe groot en, uh, en uh, hoe mooi die was eigenlijk. En welke ontwikkeling hoop jij hierdoor te maken? Ja, wat ik zei. Ik hoop gewoon uh, de volgende stap voor mezelf te kunnen zetten. En uh, een belangrijke speler te worden voor Groningen en echt mijn stempel te kunnen drukken in de eredivisie? Nu hou je wel van de, van de gym. Je bent ook een aardig atleet, hebben we vandaag uh, uh, kunnen zien. Nee, je hebt ook vroeger ook een andere sport gedaan. hè? Ja, klopt, klopt. Wat was dat? Taekwondo. Heb je daar nog voordeel aan nu? Ja, dat weet ik niet. Ik was wel jong toen ik uh, daarmee begon zeg maar, want uh, ik wilde altijd voetballen. Van mijn ouders moest ik wel eerst uh, mijn diploma A en B hebben van zwemmen. Uh, <laughs> toen ik dat uiteindelijk uh, heb uh, gehaald, toen mocht ik gaan voetballen. Alleen toen wilde ik eigenlijk ook nog uh, taekwondo doen. En toen op een gegeven moment kon ik uh, de stap maken naar de jeugd van NEC. Uh, en toen heeft mijn vader gezegd dat ik mij moest gaan kiezen tussen taekwondo en voetbal. En uh, gelukkig heb ik voor voetbal gekozen. Ja, geen spijt van als je hier in het stadion rondloopt? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Laatste vraag. Nu zijn Go Ahead Eagles en FC Groningen op dit moment nog concurrenten om plek 8. Ja, klopt. Je begint al te lachen. Ja. Hoe ja. ga je dan de laatste fase van de competitie in? Nee, ik ga wel gewoon uh, vol voor uh, die achtste plaats met uh, Go Ahead natuurlijk. Um, uiteindelijk... Uh, Sta ik daar nog steeds onder contract. En uh, ik zou hen ook te min doen als ik nu niet alles geef in die laatste vijf wedstrijden. Ze hebben mij uiteindelijk ook die kans uh, gegeven. En uh, ja, wij gaan er alles aan doen als go-ahead zijnde om, uh, om zo hoog mogelijk te eindigen. Dus uh, ja, ik hoop dat uh, voor Groningen supporters dat, uh, hun jongens het beter doen. Maar uh, wij gaan er in ieder geval alles aan doen. Mooi. Tot slot, uh, je bent al wel gewend om hier uh, goed spel te laten zien. Want je had een aardige assist hè, de laatste keer dat je hier speelde. Ja, klopt. Helaas niet kunnen winnen. Maar. Uh... Jawel een aardig assist. Dat winnen moet maar komen in het groen-wit dan. Ja, precies.